Een tijdje geleden heb ik een video op mijn website gezet over hoe mensen bestanden kunnen uploaden naar je website. He, stel je voor dat je met leden van je site of met andere mensen bestanden wilt uitwisselen via je website. Dan is het heel handig als mensen bestanden kunnen uploaden. Maar ja, het is natuurlijk ook mooi als andere mensen dan die bestanden weer kunnen bekijken. En dat zou je kunnen doen met de Easy Folder Listing module. En ik heb die module op deze testwebsite geïnstalleerd. Dus je vindt hem onder extensies modulebeheer. En hier zie je hem staan: de Easy Folder Listing module. Nou, wat je sowieso moet doen, is de status op gepubliceerd zetten. En bij menu toewijzing kun je aangeven op welke pagina's deze module getoond moet worden. Ik zet deze even op: op alle pagina's. En je kunt een, een titel zelf invullen. Of je kunt ook de Easy Folder Listing titel uh, laten staan. Dat doe ik en bij toontitel zet ik Verberg. En bij positie typ ik in map. Map is een niet bestaande positie in mijn template. Dus die, uh, deze module zal niet getoond worden. Tenzij ik deze module aanroep in een artikel. En dat is wat ik zo dadelijk ga doen. Aan de rechterkant kan ik de hoofdmap, de parent folder, selecteren. Die staat nu op images. Ik kan ook media of tmp kiezen. Nou, ik laat dus op images staan. En ik kan ook nog een map in de parent folder uh, opgeven. Stel je voor dat ik in de map images een map Minderd zou hebben staan, dan zou ik hier Minderd in kunnen typen. En als in de map Minderd nog een map Aardema zou staan, dan zou ik hier Minderd slash Aardema in kunnen typen. Nou, ik gebruik nu voor het voorbeeld even de map images En ik laat dus even deze optie verder leeg. En ik ga wat verder naar beneden. Nou, je kunt hier aangeven of je icoontjes bij de bestanden wilt tonen, of je de bestandsextensies wilt zien. Nou, ik zou deze op ja kunnen zetten. Of ik de bestandsgrootte wil tonen, of ik de aanmaakdatum wil tonen, moet er een link naar de bestanden zijn. Ik kan hier nog de verboden bestandstypes, dus welke bestanden mogen niet getoond worden, en die scheid je van elkaar door een puntkomma. En je ziet hier staan htm, html, php. En als ik ook pdf bestanden niet zou willen tonen, dan typ ik hier puntkomma pdf. Ik zal het nu weer weghalen, maar ik vind het wel goed dat HTML-bestanden en PHP-bestanden niet getoond worden. Dus ik laat dit verder zo staan. Bij de Visual Formatting kun je nog een aantal zaken aangeven hoe een en ander getoond moet worden. En je kunt er kleuren instellen. Nou, ik vul hier verder niks in. Bij de geavanceerde opties kun je een moduleclass suffix invullen. Nou, daar doe ik verder ook niks mee. En dat betekent dat ik nu op Opslaan en Sluiten kan klikken, en ik kan nu een artikel aan gaan maken om deze module in te gaan laden. Dus ik ga naar Inhoud, Artikelen. Ik klik opnieuw om een nieuw artikel aan te maken. Als titel geef ik op uh, Bestanden. En in de artikel-editor typ ik Acucladen openen, Load Position, Map, Acucladen sluiten. Zoals je weet, met deze code open je alle modules die in de positie map staan. En ik heb één module in de positie map en dat was de Easy Folder Listing module. Ik klik op opslaan en sluiten en ik ga nu een menu item aanmaken naar het artikel. Dus ik ga naar menu beheer. Ik klik opnieuw om om een, een nieuw menu item aan te maken. Als menu item typen, kies ik individueel artikel. En dan moet ik wel het juiste kiezen natuurlijk. Individueel artikel. Als menu-item-titel geef ik op Bestanden. En ik selecteer hier een artikel. En dat is dus mijn artikel Bestanden. En ik klik op Opslaan en Sluiten. Ik zal nu mijn website gaan bekijken. En je vindt hier het menu-item-bestanden. En als ik daarop klik, dan zie je hier de module aan het werk. En je ziet hier ook de inhoud van de map Images op mijn webserver. Nou ja, stel je voor dat je dus uh, die andere optie gebruikt die ik eerder op mijn website getoond had, waarbij uh, gebruikers van je site bestanden kunnen uploaden naar een bepaalde map. Dan zou je dus die map weer kunnen ontsluiten op je website via de Easy Folder Listing module, zodat andere personen weer kunnen profiteren van de bestanden die mensen geüpload hebben naar je website. En zo kun je dus aan bestandsuitwisseling tussen mensen doen via je website. Ik hoop dat je dit leuke, nuttige en interessante informatie hebt gevonden en ik wil je weer heel hartelijk bedanken voor het kijken.